Dit beest, de das, zorgt voor een hoop chagrijn op het spoor in Eindhoven. Omdat er in de buurt van Den Bosch een dassenburcht onder het spoor ontdekt is, kun je niet meer rechtstreeks van Eindhoven naar Den Bosch reizen. Vandaag op mijn school was denk ik iedereen een uur of anderhalf uur te laat daarvoor. Ik doe nu 3 uur over een ritje naar Utrecht. Aan de ene kant is het wel inderdaad balen met het openbaar vervoer. Dat is voor iedereen heel omslachtig. Vooral omdat Den Bosch heel centraal ligt voor vele plaatsen. Maar ja, aan de andere kant, van wat ik heb gehoord, zijn die dassen ook een bijna uitgestorven diersoort. Om een einde te maken aan de chaos op het spoor is een speciaal team vrijdag begonnen om de dassenburcht bij S leeg te maken. Dit hek bijvoorbeeld zorgt dat de beesten er wel uit kunnen, maar niet meer erin. De meeste reizigers hebben er ondanks de overlast wel begrip voor. Nou ja, dan kun je allemaal wel gaan zitten zeuren en zo. Maar nou ja, ik heb geen haast, dus... Ik betwijfel ook dat die expres kiezen om onder de rails te gaan liggen en onze dag te verpesten. Dus ja, die weten niet beter. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, weet niemand. Pas als alle dassen uit de burcht zijn en het hol weer is gevuld met zand, kunnen de treinen weer gaan rijden.